rolling with the waves. Let them crash down on me. And you showed me the way. Hartstikke leuk om te doen. Dus, goedemiddag en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Het is vandaag alweer zaterdag 8 juli 13 en we leven om 13:45 en Karen is in huis. Dag Karen. Hoi. Hi schat. Hoi. Ze is even voor mij lekker met de hondjes al uit geweest. Want ja, ze stond al voor de deur dat ik nog in mijn lingerie liep. Dus ja, dan weet je het wel. Maar het maakt er allemaal niet uit. En die grote dame daar op de bank, die is zelfs alweer in zee geweest. Ja, dus dat gaat allemaal goed komen. Hé, was het lekker? Die was er alweer helemaal af. Ja, maar oké, lieve vrienden. Het is weer prachtig mooi weer. Ik weet niet hoeveel graden het is. Op de Google staat er 25, dus ja, 25 graden. Dus lekker warm al, hè? Ja. Ja. En ik meen dat ze er gisteren over hadden. Ik had toevallig het weerbericht even gehoord. Zou het 29 graden worden? Nou, eerst zien, dan geloven. Eerst merken. Ja, toch? Dus, ja. En ik moet eventjes wat bedenken voor die booster. Voor dat kleine blauwe lichtje wat ik jullie gisteren heb laten zien. Ik heb er al een stukje pleister eroverheen. Maar dat helpt niet. Sorry. Dus dat helpt 1, 2, 3 niet. Dus dan moet ik even wat op verzinnen. Want het doet zeer aan je ogen, dat blauwe lichtje. En je ziet je hele dashboard er niet door. Niet. Ja. Dus dat is niet fijn. Dus ja, daar ga ik wel wat op verzinnen hoe en wat. Misschien hoe gaat het trouwens het met die folie op uw scherm? Die... Nou, ik moet het weer even schoonmaken. En ik heb even regen gehad, maar ik zag niks, geen verschil. Ah, oké. Okay. Dus ja. Sorry dat ik even maakt niet uit. Maakt niet uit. Ik heb toch een schermfolielaag op mijn scherm van de booster. Nou, het heeft geregend, maar ik heb geen verschil gemerkt. Nee. Dus ja, ik weet het niet. Misschien dat het aan mij ligt. Misschien dat het ook eerst schoongemaakt moet worden. Ik weet het allemaal. Ik weet het niet. We merken het wel. Hij moet sowieso nou weer alweer schoongemaakt worden. Mijn hele booster eigenlijk. Ja, maar ook. Doe je niet nu met dit weer. Nee. Een wasstraatje. Ja. Ja, inderdaad, een wasstraatje. Maar in ieder geval, nee, dat doen we maar niet. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Doe het met een lach, doen wij hier ook al, dat merken jullie wel. En geniet ook gewoon een beetje met ons mee. Ik zou zeggen, tot later. Ja, en we zijn weer op de kermis aanbeland. En tenminste de voor eigenlijk, hè. Karen die wil even kijken, dus dat gaan we even gezellig doen. En dat is dus het kinderspookhuis, wat ik al meende gisteravond te zien. Als duizend sterren rond het voet van mijn huis.
een bruidje in spe. Ja. Nou ja, helemaal leuk toch? Ja. Staat je leuk hoor. Mama, ik vond het leuk om mee aan te rijden. Ja, bekeuring. Ja, wacht niet daar aan je. Oma. Hi lieverd. Hi. Oh, Siruke. Sorry. Oh. Sorry. Mag niet hè. Bekeuring, ja. Sorry. Bekeuring, nou, mag niet. De bekeuring. Het glazen huis, ja ja. Daar liep ik vroeger ook al doorheen. Glazen huis. Maar ja, zou ik nou niet meer kunnen. Ja, ik denk dat er helemaal nou niemand in zit. Nou ja, wel grappig. Kinderen hebben altijd wat kubbelen, mogen altijd wat uitzoeken. Hoi!
Gisteravond reed ik ook al langs met mijn mobiel. Ja. Dan is het donker en dan ja. Wil je ook... wel die lampjes. Ja, ja, daarom. Oké, dat is leuk. Daarom joh. Ja, en dit is nog ouderwet, blikken gooien. Ja, dat is echt ouderwet. Oude ja. Hollandse spel. Denk juist, maar. Daarom. Ja. Dat is leuk. Ja, toch? Ja. Echt geweldig. Ja, mijn dochter loopt ook hier ergens. Ja, hartelijk. En die vlogt ook. Ach, doei. Veel plezier, hè? Jullie ook. Dank je. Ja, 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 ja
dat is net munten. Mijn favoriete bezigheden op de kermis. Dan moet je ook heel schuur wezen hoor. En daar ben ik op tegen dat die vent er dus één staat, hè? Dan blijft het daar niet bij staan. Nee. Gisteren genoeg gezien ermee.
daar staat Karin. Ah, en die vindt het wel mooi. En zij kent dat ook. Nou, ik heb er een bloedje hekel aan. Je behoort de jeugd het goede voorbeeld te geven, dacht ik tenminste. Maar ja, wie ben ik? En vooral als kermisexploitant moet je ook kinderen laten zien hoe het moet. Ga er dan ook zitten. Maar ja. Lucky Bell. Niet te hard, maar zeker ook niet te zacht. Voor de bal met de juiste snelheid om te winnen. Leuk, die knuffel. Super groot. Ja, overal hè, een hele grote slang. Jeetje. Ja, ja. Dit lijkt me heel moeilijk toe. Ja, lijkt me heel moeilijk. Niks voor mij. Maar ja, we gaan weer even afsluiten, vrienden. Ja. Want we zijn nog twee keer de kermis al geweest. Gisteravond en nu weer. Ja, ik voel wel genoeg zo. Ja, nou, veel plezier. Doei doei. Hallo, ik ben Jaden. En ik ben hier bij het Ottervolk. Ik ben de jongste. En ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk om te doen. Dus en ook zonder make-up of wat dan ook, maakt er allemaal niet uit. Okay. Je bent zoals je bent. Dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Van de week ook, toen zat ik ook, nou ja, mijn haar nat. Ik had het gewassen en al en gepoedeld. Dus ja, moet allemaal kunnen. Ja, maakt ook niet uit, hè. Ja. Dus we zaten aan een bakje koffie, maar dat is alweer reeds op. Maar nee, ja, dat kan we nog één doen als je wil. Ja, lekker. Ja, lekker. Dus, maar dat komt allemaal goed. En hoe is het met je tuin? Nou ja, het is, de papavers zijn uitgebloeid natuurlijk. Ja. Staat er nog wat in de bloei? Ja, maar kijken. En dan gaan we kijken, maar dan moet ik eerst mijn stok even pakken, schat. Ja, dan moet ik eerst... Ja, dat is lippenstift. De lippenstiften van mijn mama. Ja hoor. Ik moet mijn stok even pakken. En dan gaan ga jij maar even kijken. Gaan wij even kijken.
In de tuin, kijk, dat staat er wel kleurig en fleurig erbij. Oh, we horen muziek. Ja, en waar is die muziek? Op het Breewaterpleintje. Het kan niet anders. En ja. Oh, nou is het ook weer stil. Ben ik even blij? Want, ja, muziek, hè? Dat mag niet erbij. Ja, onze eigen muziek. Kijk, dat is ook mooi. En dan gaat dat weer, die muziek. Kijk, dat waren de papavers. Ja. En dat is het waterbakje voor de vogeltjes. Ja. Ja, echt wel. Kijk, zo'n bolletje heb ik nou ook gekocht. Dat zit in mijn tas, denk ik, het kleiner. Vele malen kleiner. Ja. Echt mooi. Ja. Dag vogeltjes. Ja, kijk, en daar is ook een mooi lampje. Ja. Ik zie er maar één staan daar al. Verder zie ik niet een lampje staan of hangen of wat dan ook. Kijk, zit hier ook een aardbeestje. Ja, ik ga dat ook doen. Ik ga zo meteen aarde halen bij de Vomar. En dan ga ik dat in die plantenbakken doen. En dan ga ik die aardbeienplantjes daarin doen. Ja, maar het lijkt me een strak plan. Want naar de dijk kan ik toch nog niet met... Oh, hier heeft ze er ook een staan. Ja. Dus ja, dat dus. En ze kan hier lekker zitten onder de parasol. Ja, en dan heeft ze hier ook altijd zulke mooie planten in altijd, hè. Ja. Nou, weet je, die plant heb ik nog voor jou gehad, hè. Welke plant? Die met die rode ding. Ja, ik heb er nou eentje met een geel ding. Ik heb er eentje met een geel. Hij is toch prachtig? Ja. Ja. En het hoeft tegenwoordig niet meer in een binnenpot, heb ik gehoord. Wat zeg jij? Ik heb gehoord dat het tegenwoordig niet meer in een binnenpot hoeft. Hoe bedoel je niet? Nou, vroeger had je de binnenpot. Ja, die kwam eigenlijk nog. Oh, nou ja, ik krijg te horen dat het tegenwoordig niet meer hoeft. Wat? Ik weet het niet. Oké, nou, ik doe het wel. Ja. Ja, en ik heb die in het water staan, hè. Ja, kijk, dat is iets nieuws. Zo heeft Marianne dat gekocht, die plant. Ja. Staat in het water. Ja. Yes. Helemaal in het water. Even kijken, hoor. Vreemd, nog nooit eerder gezien. Ja. Ik zat helemaal, ik dacht eerst een stekje ergens van, ja. Nee, nee, ik had het bij Roy Nelder gekocht en je hebt verschillende plantjes daarvan. Ik denk, ik vond het wel grappig. En ja. Ik hou alweer eens van het ananas, toch? Ja. 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 En dan gaan we binnenkort eens even nou een afspraak maken om naar boven toe te gaan, ja. Hè? Ja. Ja, want ik heb mijn moeder afgeschilderd. Ja. Dat weet ik. En nu ben ik bezig met mijn vader. Dus ik geweldig. Heb de onderschildering al gemaakt. En dus ja, en nu verder? Ja, nou, ik ben benieuwd. Dan ja. Gaan we eens een keer binnenkort naar boven. Ja. Maken we even een officiële afspraak. Dat is goed hoor. Oké. Nou, een bakje koffie gaat er nog wel in, schat. Oké, vooruit. Omdat jij het bent. Omdat ik het ben. Dankjewel, lieverd. Nou, lieve vrienden, tot strakjes. Ja, we zijn weer thuis, lieve vrienden, zoals jullie allicht wel zien. Ja, en lekker eventjes weer in je eigen huisje. Ik denk dat de deur wel gesloten, want het is 29 graden buiten. En mijn buurman die zit met een groepje in zijn tuin te barbecuen. Dus laat hem lekker genieten. Ik heb potaarde gekocht en het is mijn telefoon even pakken, zo. Dan mijn tas weer even opgeruimd worden, voilà. Ik heb nog meer gekocht. 1, 2. Potaarde, want ik wil die aardbeientoestand proberen te verdelen in de plantenbakken. Ik heb nou 1, 2,
4 plantenbakken hangen. Tegen de schutting aan. Oei, oei, oei. Ga even weg, schat. Ga even weg, schat. Alsjeblieft. Even. Even weg. Dan wil ik eerst dat even wegknippen. Valt de rest eruit? Nee. Maar in ieder geval, hij is nog zonder bol, maar de bol die is hier. Zo. Dat gaat ook in zo'n plantenbak. Ja. Ja, want dat behoort eigenlijk zo. Maar dan komt die, ik wil hem gewoon in die plantenbak hebben. Dus hij gaat gewoon zo, want anders krijg je dit er nog bij. Dan komt hij hoger en dat wil ik weer niet. Dus die gaat er gewoon in. En anders gaat die er ook uit. En dan in de plantenbak. Dat is gewoon leuk. Dat ik heb deze thuis heb ik 1, 2, 3, 4 van. Nou, ik heb ook 4 plantenbakken. Dus in het midden komen ze. Helemaal geweldig. Ja, ik laat ze er mooi in zitten. Dan maar even in mijn mandje geen tas. Want ik moet eerst dit gedaan hebben. Voordat ik deze tas weer in mijn mandje doe. Nou, wat zet hem neer? Ja, overal tassen. Nou, dan gaat deze tas maar weer op de grond. Voilà. En dan deze tas zet ik daar neer. Zo. Want dat moet niet, hoe heet dat niet? Dat kan ik nou niet opruimen, want ik wou nu aan de gang, maar dat gaat het niet worden, omdat mijn buurman zit te barbecuen. Ja, dus ik kan niet aan de gang. En dan zeggen ze dat we morgen regen krijgen, zeggen ze hiernaast. Heb ik gehoord hoor. Ga ik straks even naar Google vragen, maar niet nu, want dan gaat het bij jullie ook weer gebeuren. Dat moet maar niet. Dus ja, lieve vrienden, ik ga zo groenten klaarmaken. Ik wil broccoli eten. Lekker. Ik heb geen zin in vlees. Ik weet het misschien ook wel. Ik weet nog niet wat ik met vlees doe. Nee, want dat heb ik ook niet uit de vriezer gehaald. Dus ja, ik weet even niet. Of ik er nog wel zin in heb of niet, maar ik heb wel zin in groenten. Dus ja, we gaan dat eens even proberen, even kijken hoe en wat. En anders ga ik eerst mijn groenten koken, daarna roerbakken, want ik moet het gaar hebben. En als ik het alleen ga roerbakken, wordt het niet gaar bij mij, nee. En ik heb geen tandjes, nee. Ja! Maar oké, er was ook nog steeds vragen van Mirjam. En ja, ik had ook een lijstje van Cor Beck uit Esbjerg, Denemarken. Maar die laat helemaal niks meer van zich horen. Niks meer van hem zien. Hij heeft me op wat is app geblokkeerd. Waar ik niet blij mee ben. Want wat heb ik hem misdaan? 2 keer niks. Nou wil ik dat verwijderen, dat van hem daar. Dus we gaan naar onze enige echte Mirjam. Ja. Mirjam Eleveld. En die woont helemaal schrik niet. In Tunis. Oftewel Noord-Afrika. Maar ze is Nederlands. Ken je dat? Ja, en ze heeft een rotvraag gesteld. En ik weet er echt nog steeds geen antwoord op. Ik vind het zo'n rotvraag. Dat gaat erom, jij hebt 3 huisdieren. Stel, de woningcorporatie stuurt jou een mededeling. Even groter maken. Mededeling, er moet 1 dier uit huis geplaatst worden. Het is niet toegestaan meer dan 2 huisdieren. Deze regel geldt voor iedereen. Nou ja, ten eerste, ik weet, ik hoop dat ik het goed kan doen. Wie zou jij weggeven? Nou, geen 1. Ik behoor nog steeds bij de oudere regels. En die regel is dan, als die nou wordt ingevoerd, geldt dat niet voor mij.
En het staat niet in mijn papieren. Dus ik mag gewoon 3 huisdieren hebben en dan zal ik er nog meer hebben. Het zijn nieuwe regels, dus ja. Het geldt dan niet voor mij. En ik ken meerdere mensen die hebben nog veel meer huisdieren, terwijl ze alleen nog wonen. En, of met een kind, hun kleinkind dan wel te verstaan, niet hun eigen kind, maar hun kleinkind. En dan is er op de muren niet eens niet behang of saus. Nee, die muren die zijn kaal en de naden die zijn dan een beetje weggemaakt met wel dat, die troep waar je het mee dichtmaakt. Weet ik voel dat heet. Dat is dan ook wit, maar het is een en al beton. Ik krijg ook al helaas beton er doorheen, maar daar kan ik niks aan doen. Ik ben druk bezig te sparen voor een nieuwe vloer. Zodra ik het geld bij elkaar heb, dan ga ik naar de desbetreffende winkel toe. Komen jullie weer even om te meten? En jullie weten het, ik sta overal alleen voor, dus het moet in gedeeltes. Ja, en ik vraag Stichting Present desnoods erbij of wat dan ook. Ik zie wel hoe en wat. En natuurlijk mijn lieftallige dochter, maar ik moet eerst mijn geld bij elkaar hebben. En ja, het gaat nou helemaal niet zo hard, maar ik doe mijn best, weet je. Maar in ieder geval, dat is dan mijn afdeling vloer. Maar om je hele huis kaal te hebben en geen meubels te hebben, dan enkel 2-3 stoeltjes. En dan 2 bedden bij elkaar in 1 vertrek. Daar ligt kleinkind en daar ligt oma. Is ongezond. Maar ja, wie ben ik? Ja, ik weet het niet. Maar in ieder geval, lieve Mirjam, lieve schat. Ja, ik zou er geen eentje weg doen. Of ze geven mij dan een huis. Als het al wel al bij de oude regeling zou vallen. Geven ze mij maar een huis waar het wel in mag. En die ook dan toegankelijk is voor mij. Maar er gaat geen één dier de straat op. Nu niet, dan niet, nooit niet. Want jij doet ook je kinderen niet de deur uit. Als jij kinderen hebt, zeg maar een stuk of 6, kan. Want je kan ook bij wijze van spreken een tweeling krijgen. Nou ja, dan zit je ook zomaar bij wijze van spreken op de 6, weet je. Of een drieling, ook dat kan nog. Ja, en er zijn zelfs ook mensen in het buitenland die hebben zo'n toeter gehad met zwangerschap. En komt er, ik weet niet hoeveel, komen er in 1 keer eruit. Nou, of dat hier ooit in Nederland er al is voorkomen, weet ik niet. Maar in ieder geval, je zet je kind ook niet uit huis. En mijn dieren zijn nu mijn kinderen, mijn dierenkindertjes. Ik heb ze niet gebaard, maar het zijn wel mijn kindertjes. Er gaat geen 1 de deur uit. Kandalfi niet, Rijka niet en Elwing niet. Nee. Hun zetten hun kinderen er ook niet uit. Dus ik mijn dus ook niet. Ik hoop dat dat genoeg is voor jouw antwoord. Het zijn 2 antwoorden eigenlijk. Want het is hier niet nodig in principe. Maar in ieder geval. Dus ja, lieve schat. Ik hoop dat je dit goed vindt. Vandaag. En wanneer ik de volgende vraag ga beantwoorden, dat zie je dan vanzelf wel weer. Ja, doet lekker rustig aan. Dus ik zou zeggen, lieve schat, geniet van je dag. En ook, lieve vrienden, jullie ook allemaal genieten van deze prachtige dag. Of het morgen gaat regenen, weet ik niet. We merken het wel, we zullen het beleven. Wij zitten hier in Den Helder, meestal waait het over. Maar ook dat merken we. Ook ben ik met Karin vanmiddag trouwens de kermis weer over geweest. Nou, ik word gewoon boos als ik dat die persoon zie. Hoe die met zijn, het is geen draaimolen. Dat ding met die bakjes die heen en weer gaan. Dan word ik gewoon kwaad. Want het kan wel voor jou wezen. Jij mag dat dan allemaal wel. Maar het gaat erom. Al mag het. Ja. Wat doe je ermee? Ik zou zeggen. Nou, het mag. Maar ik doe er niks mee. Ik doe normaal. Karin die zegt mij. Ja, maar als hij het wel doet. Dan kan hij al die bakjes overzien. Wat de anderen doen. Want er zijn ook mensen en jeugd. Die doen er dat hekje open.
Nou, denk je dat je dat staande kan bekijken? Nee, want je wordt alle kanten opgeslingerd. Dus je, ook dan kan je dat niet zien. Ik denk, maar ik hou mijn mond. Laat maar. Hé? Maar je gaat zo verrekte hard. Dat bakje wordt alle kanten opgeslingerd. Het lijkt me stug dat je dan het kan overzien wat een ander doet in een ander bakje. Dat gaat niet. Het gaat veel te snel. Dus ja, dan zeg ik op mijn beurt, of je blijft aan de kant, of je gaat ook netjes zitten, zoals ook het publiek moet doen. Ja toch? Maar wie ben ik? Ja. Zeg het maar. Ik ben Corina. Ja. Met mijn beestjes. Maar ja, als zo'n apparaat voor mij zou wezen en ik zou daarin gaan zitten, dan blijf ik zitten en ik ga niet staan. Nee. Maar ja, oké. Genoeg daarover. Ik ga ook nou niet meer de kermis over dan enkel proberen nog van de week even een short te maken van een leuke draaimolen van kinderen. Die voor kinderen bedoeld is. En voor de rest een nopinjendo, want ja, waar moet je nog een shock van maken? Ik vind de rest, ik heb gefilmd, dat is meer dan genoeg. En ja, van dat ene vind ik het nog wel leuk om even een shock ervan te maken. Maar ja, dan moet je geen kindertjes erbij hebben of wat dan ook. Nee, moet niemand erin zitten. Maar in ieder geval, ik kom wel goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van alles en geniet een beetje met ons mee. Ja, jullie zien het op mijn bord wel liggen. Lekkere broccoli met spekjes en ui. Ja, dat de uitjes en de spekjes lekker gebakken en de broccoli gewoon gekookt. En meer niet. Is ook niet nodig. En alles gewoon even door elkaar heen gehutseld en gedaan. Hoe laat leven we nou? De klok die slaat net 7 uur. Oké, nou daar leggen de meisjes. Hé, ja. Nou, en een sapje. En een koffie. Lekker, lekker. Ja, dat we gaan lekker smullen. En als het afgekoeld is, dan ga ik met Elwing weer even naar de dijk. Ja. Dus dat komt ook allemaal goed. Ja. En de tuigjesboel hangt allemaal nog buiten. Dat moet ik ook nog maar weer naar binnen halen. En de booster die staat naar buiten, er ligt de tuinaarde nog op, moet ik er ook nog afhalen. Nee, je blijft nou nog even binnen, Rijka, zo meteen. Ik ga eerst eten. De lucht die betrekt al wel hoor trouwens, ja. Dus of het de dijk wordt, weet ik niet, nee. Maar dat merken we dan nog wel. Ik beloof nog niks, nee. Gelukkig dat ze me niet kan verstaan met de dijk, et cetera. Nee. Dus, maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, smakelijk eten, bon appétit, ik ben laat, het is 7 minuten over 7 op mijn horloge, dus ja, ik zou zeggen, ik heb aan niemand rekening te houden dan ik met mezelf en met mijn diertjes. Dus, komt allemaal goed, ik zou zeggen, hou groot volgen de moed en tot later. Zo, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja, ik om afscheid te nemen en naar bed toe te gaan zo meteen. Eerst even met de meisjes nog een blokje lopen. Maar die maakt niet te lang. Nee, want ik moet er morgen bij tijd eraf. Want ik krijg morgen ook visite. Ja, iemand die ik jaren, maar ook jaren niet meer heb gezien. 3 personen. Eentje kan ik nog niet. Die andere 2 wel. Dat is een echtpaar. En die andere, dat is hun zoon. Van 15 jaar. Ze wonen ergens in het buitenland. Want zij, die vrouw, is een Canadees. Maar die man is een Nederlander. Het zijn mijn buren geweest. Ja, hoe is het mogelijk? Hun zoon, die ken ik nog niet eens, hè? Nee, die heb ik nog nooit van mijn leven gezien. Ja, foto's. Maar dan kreeg ik net te horen, ze zijn in Den Helder. En ja, dan ben ik gewoon weg heel erg blij mee dat ze morgen dus naar me toe komen. Ja, maar ook aan de andere kant, niet door hun, ben ik ook weer verdrietig, boos, alles tegelijk, door die Marcel die bij mij in huis heeft gezeten 14 dagen lang. Zijn dank is stront. Hij heeft me op mijn hart getrapt
via wat is app daarnet, tenminste van hem, ik had hem geblokkeerd, maar omdat ik nog troep van hem hier heb staan, heb ik het maar weer eventjes van de blokkade afgehaald. En meneer is ook nog eens een keer een dief, want hij heeft 40 euro van mij geleend en dan is het maar 40 euro. Dus ja, ik moet wel terug hebben, maar ik krijg het niet terug. Want ik moet eerst de vlog waar hij in voorkomt van mijn kanaal afhalen. Nou, wat denk je zelf? Ik sta in mijn recht, hij niet. Hij was hier te gast in mijn huis. Als jij ergens te gast bent, behoor jij aan de regels te houden van de gastvrouw, gastgezin, waar je ook bent. Je, zoals de wc-deur, die laat je niet achter je kont openstaan als je de wc verlaat. Ik had hem ook gevraagd, ik wil graag hebben dat je de deksel, wat voor een bezoek je ook hebt gedaan daar op de wc, maakt me niet uit, ik wil die deksel dicht hebben. Ja, is goed. Je remsporen graag wegvegen. Ja, is goed. Zoals Erwin, die is op een open wc-deur, die stond er zo'n end open. Nou, dat doe je al niet. De deksel die stond nog omhoog en Erwin die kon zijn remsporen van hem, van Marcel, weghalen. Hallo, heen een gaatje in je kop. Dan kan ik zo boos worden, hè. Je zet mij voor schut. Idioot. Hij zou buiten roken. Ik heb hem boven en daar was Mario bij. We hebben hem misschien roken. Dat we thuis kwamen. Want meneer was boven op de slaapkamer en hij haalde net zijn hoofd bij het slaapkamerraam weg. Ik ben niet achterlijk. Nee, ik ben echt niet achterlijk. En hij zegt dat ik een huilenbalk ben en hij zegt dat ik niet goed kan lezen. En hij weet niet eens wat een buurtpreventie is. Nee, kun je nagaan. Ik ben verdorie het hoofd van de buurtpreventie, het centrum. Hij weet niet eens wat dat is. Hij komt, dat gaat nog maar net kijken. Ja, dat heb je wanneer je uit een ander land vandaan komt. Als Nederlander zijnde en je hebt jaren ergens anders vertoefd. Ja, daarom doen ze misschien niet aan buurtpreventie. Kan hoor, ik weet niet. Want hij heeft in Spanje gewoond, hij heeft in België gewoond, ja. Ik weet het allemaal niet, maar meneer is niet goed wies. Hij is 43 jaar oud, jong moet ik zeggen, want het is in mijn ogen ook een snotneus, al is hij volwassen. Maar hij is een maand en 4 dagen jonger dan mijn eigen zoon. Nou, en ook dat is een snotneus, weet je. Ze hebben respect voor me te brengen en dat moet wederzijds. Maar heb jij niet respect voor mij, dan heb ik het ook niet voor jou. Nee, want dan ben je een vuile klojo in mijn ogen. Simpel zat. En dit is een klojo. Want hij moet me 40 euro terugbetalen. Dat doet hij niet. Want hij wil eerst dat ik mijn vlog van mijn kanaal afhaal. Nou, ik heb al met de politie gesproken. Karen die heeft met de politie gesproken. Ik sta in mijn rechten. Als hij er niet op had gewild, had hij zich sowieso in de eerste vlog al zich niet voor moeten stellen. En had hij mij moeten zeggen, nou liever niet, want ik had het op me eerst netjes gevraagd. Had hij moeten zeggen, nou liever niet. Dan had ik het ook niet gedaan, weet je. En dan had ik erom gedacht, had ik daar respect voor gehad. Maar ik vond het helemaal niet erg en je vlog maar net raak, zei hij. Nou ja, oké, toppie toch. Maar dan zou hij ook mijn dochter Karin moeten aanschrijven van ik wil hebben dat je mijn vlogs, de vlogs waar ik in voorkom verwijder. Nou, wat denk je zelf? Nee, want je was er niet op tegen. En dan zegt hij dat hij er wel op tegen was. Nou, nee dus, was hij niet. Want als jij er op tegen bent, ga jij je niet voorstellen aan de volgers van mij of van Karin of van wie dan ook. Dat doe je niet. Nou, en zo ook andere dingen. Dan moet hij zeggen verwijderen, heeft de politie ook gezegd. Hij had zich moeten verwijderen. Het is jouw huis, jouw rechten, jouw wet en jouw huis.
Dan gelden jouw regels. Jij betaalt de huur. Als hij het niet had gewild, had hij op moeten staan en zich moeten verwijderen. Het zijn naar boven of het zijn naar buiten of weet ik veel wat. Heeft hij nooit gedaan. Dus ja, ik mag dan vloggen. En het is mijn eigen huis, dus ik mag sowieso vloggen. Zo simpel als wat. En wat er voor mijn camera komt in mijn huis. Nou ja, sorry Balori, ook kennen jullie bij wijze van spreken een orp zien. Nou, dan zie je mijn man of mijn schoonmoeder of een van mijn diertjes. Of wat kan mij schelen? Nou ja, dat mag van mij, laat ze maar liggen. Hé? Ja, maar in ieder geval, ik zit alweer veel te lang te praten. En in ieder geval, lieve vrienden, ik ga er van tussen. Ik wens jullie allemaal wel rusten. Slaap lekker met mooie dromen en gezond weer uit je bed zien te komen. Ik zeg ook altijd, God die houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht.